Pilot Cycles, dit zijn onze titanium fietsframes. 6 jaar geleden is ons bedrijf hiermee begonnen. En hebben we een mooi internationaal merk neer weten te zetten, waarbij we dus ontwikkeling en productie uitvoeren van titanium fietsen. Waarbij we dus standaard modellen verkopen, maar tevens een maatwerkconcept hebben. Dus of het een vakantiefiets is, is het een mountainbike, is het een racefiets. Al die fietsen hebben hun eigen eigenschappen natuurlijk. En wij zijn in staat om dus de buizen, alle hoeken van de buizen aan te passen op wens van de rijder. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the Jack who stole to the depths in your wet, so you take explosive, get it out. Send your body to fight. Heerlijk. Fijne fiets om in de modder te spelen. Goed excuus om als volwassen man met de modder te spelen. Eigenlijk heb ik alles van de banden tot aan de lagers in mijn bracket zelf samengesteld. Dus ja, hoe ik het wil hebben. En ja, daar voelt gewoon als een schoen die lekker zit. Dat heb ik nodig op de fiets. Zelfvertrouwen. Uiteindelijk is het begonnen nadat ik 9 jaar een fietsenwinkel heb gehad in Eindhoven. Waarbij ik vaak tegen het punt aanliep dat bij de klant bijzondere onderdelen gemonteerd moesten worden om een type fiets toch op de juiste maat voor de rijder te kunnen verkopen. Alle wielen worden met de hand gebouwd. Dat betekent dat iedere spaak handmatig wordt geassembleerd om het tot een compleet wiel te vormen. Daarnaast hebben we de finish van het product, dus de afwerking van onze fietsframes, wordt hier in huis gedaan. Bij het ontwikkelen van de onderdelen doen we zelf 3D-printen in huis. Op die manier kunnen we dingen op ware grootte eerst printen voordat we het laten maken. Productie van onderdelen kost altijd veel geld en zo zie je hier bijvoorbeeld voor en na 3D geprint in plastic en gemaakt in aluminium. Jij ontwerpt het ook zelf? Ja. De ideeën komen van mij. De uiteindelijke tolerantiebepaling, daar hebben we een specialist voor in huis. Eens per jaar hebben we ook een afstudeerder hier, een industrieel ontwerper. En die kan lekker losgaan met nieuwe ideeën. Ik ben dit bedrijf gestart met Pieter van der Mabel. Na 6 jaar zijn wij gefuseerd met het merk OHR Cycling, waarmee we nu samen ook in een nieuw pand zijn getrokken om alles nu onder één dak uit te kunnen voeren. En daar zijn we nu dus? Daar zijn we nu, ja. Welkom. Hoe lang zitten jullie hier? Wij zitten nu 10 dagen op deze locatie, dus het is allemaal nog vers. Dit zijn ook wel gave banden van die dikke. Ja, zeer geschikt voor lange afstand fietsen, voor meerdaagse en wordt dan vaak ook gebruikt voor fietsvakanties en dergelijke. Hè. Dus de off-road vakantiefiets wordt gezien. Maar daarnaast is het natuurlijk ook gewoon voor het leuke crossen door de Hollandse bossen of België op de Alpen waar je naartoe wil. Ja. Ik ga er helemaal van lachen. Wat is jouw favoriete? Ja, ik vind dit heel leuk. Ja, dus off-road, mountainbiking, dat is wel waar mijn hart eigenlijk ligt. Daar is ook eigenlijk het bedrijf ontstaan. De eerste 2 pilots die geproduceerd zijn, waren dan ook mountainbikes.